burgemeester. Fijn dat we hier buiten uw werkplek even op de markt elkaar kunnen spreken. Er gebeurt natuurlijk veel in Nederland omtrent het coronavirus. Gisteren zijn er nieuwe maatregelen uitgevaardigd. Kunt u misschien even kort toelichten wat dit voor de inwoners van Boksel inhoudt? Ja, ik denk dat mij dat wel lukt. Het is inderdaad raar om op zo'n prachtige dag buiten te zitten, terwijl het advies eigenlijk voor iedereen is zoveel mogelijk binnen blijven. Maar goed, gisteravond hebben we dus weer extra maatregelen door het Rijk aangekondigd gekregen. En dat betekent eigenlijk een verscherping van hetgeen wat we in Boksel allemaal deden. Dus nog even de nadruk leggen op het feit dat iedereen echt die anderhalve meter afstand van elkaar moet houden. Omdat het coronavirus door mensen overgegeven wordt, dus niet door de lucht. Dus je mag best even naar buiten als het lekker weer is om een frisse neus te halen, een klein ommetje. Maar doe dat vooral op momenten dat het rustig is en dat je zo min mogelijk in de buurt van andere mensen komt. Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste van allemaal. Alle andere maatregelen zoals goed handen wassen, geen handen geven, dat zijn natuurlijk de zaken die ertoe doen. Andere maatregelen die aangekondigd zijn, is dat we geen partijen, bijeenkomsten meer mogen hebben met groepen mensen tot 100 personen. Dat is ook een ingrijpende, want dat betekent dat er heel veel zaken die nu nog eigenlijk wel mochten, ook niet meer doorgaan. En ook daar is daar de onderliggende reden voor, dat we het contact van mensen onderling zoveel mogelijk moeten beperken. Een andere die ook opviel is dat je buiten niet meer met groepjes bij elkaar mag komen. Nou, deze is heel erg gefocust op de jongeren die we hebben. Die zijn toch geneigd om bij elkaar te kruipen. Heel veel jongeren, en dat viel mij afgelopen zaterdag al op, die zeiden van, het maakt voor ons niet zoveel uit als we ziek worden, want wij worden niet zo heel erg ziek. Nou, misschien is dat zo, weet niemand. Er zijn ook heel veel jongeren die wel ziek worden. Het belangrijkste is dat jongeren wel degelijk een virus kunnen doorgeven aan een groep mensen die minder goed beschermd zijn en wat minder vitaal. En daar kan het heel verkeerd voor aflopen. Dus vandaar dat ook dat niet meer mag. Ja, nu hebben de burgemeesters extra bevoegdheden gekregen om te handhaven. Als we het nu hebben over het samenkomen van de jeugd of anderzijds op drukke locaties. Hoe gaat u dat in Boksel regelen, handhaven? Ja. De bevoegdheden die burgemeesters hebben gekregen zijn eigenlijk bevoegdheden die ze normaliter ook al hebben. In een crisis gaat alles net iets anders dan normaal. En wat nu geregeld moet worden is als wij toch merken dat mensen zich niet kunnen houden aan het verbod wat ingesteld is op die samenscholing, op die bijeenkomsten. Dat we direct kunnen ingrijpen, dat we de politie op af kunnen sturen en dat er ook boetes opgezet kunnen worden. En die zijn heel fors. Kunt u een voorbeeld noemen van zo'n boete qua bedrag? Misschien duidelijkheid geeft? Het wordt nu allemaal uitgewerkt, maar u moet dan toch denken aan boetes van 3.000 tot 4.000 euro als het een zakelijk iets betreft. Dus in de commerciële activiteiten. Bij personen, dus de private personen, als die de fout ingaan, dan kan dat toch al wel 400 euro zijn. Dat is fors. Ja, dat is fors. Zijn de locaties in beeld bij de gemeente waar mogelijk de eerste opeenhoping van jongeren of van anderen zich voordoen op dit moment? Uiteraard, in Boksel hebben we natuurlijk wel vaker te maken met jongeren die bij elkaar klitten en die soms overlast geven. Dus die locaties die hebben we natuurlijk gelijk neergezet als zijnde van daar moet gecontroleerd worden. Ja. Maar ook andere plekken zoals parken. De Campina, dat hebben we afgelopen weekend gezien, dat mensen denken lekker een ommetje, dus allemaal naar buiten. Dat is de bedoeling niet, dus ook die locaties zijn opgenomen. Dus we hebben echt een shortlist van belangrijke punten waar mensen heel erg geneigd zijn om bij elkaar te kruipen. En die worden zeker regelmatig bezocht. Andere plekken, en ik denk dat die ook belangrijk is, zijn de winkels. Ook daar wordt heel goed gekeken of winkeliers maatregelen getroffen hebben om de mensen uit elkaar te houden. Of mensen daar ook niet meer met hele gezinnen boodschappen gaan doen, maar echt even alleen de noodzakelijke zaken in huis halen. Maar ook bijvoorbeeld de weekmarkt. Want dat heeft een heleboel mensen toch verbaasd, dat die weekmarkt wel door kan gaan. Maar er is echt bewust voor gekozen, omdat de markt met alleen maar voedselproducten, dus non-food, mag niet meer op de markt komen. Okay. Maar de markten die ruimte hebben, waar mensen uit elkaar kunnen zijn, als het moet, die mogen gewoon doorgaan, omdat het toch betreft groente, fruit, voedselwaren die voor ons allemaal van belang zijn. En die moeten gewoon gehaald kunnen worden. Dus dat is de reden.
ja, 9 van de 10 keer is het op zo'n markt ook minder druk dan in de supermarkt. Dus al die zaken die willen we gewoon eigenlijk zo goed als het altijd gaat, gewoon laten doorlopen. Maar de risicovolle zaken, dingen die niet echt noodzakelijk zijn, die hebben we geweerd. En dat is bij iedereen nu bekend al voor aanstaande vrijdag dan? Dus aanstaande vrijdag, mocht alles blijven zoals het is, kunnen we hier de groenten, het fruit, het visje en zo op de markt weer vinden? De voedselwaren mogen allemaal gewoon verkocht worden. Mm-hmm. Waar natuurlijk wel extra op gelet gaat worden, is dat de meneer en mevrouw met de lumpia-kar, die de staattafels weghaalt. Want het is niet de bedoeling dat dat voedsel ook ter plekke genuttigd wordt. Want dan ben je weer hetzelfde bezig als dat een restaurant normaliter doet. En dat is niet de bedoeling. Het gaat echt om het halen van voedsel. En daarmee ook weer snel mee naar huis. Dus toch zorgen dat het risico op contact met andere mensen zo klein mogelijk blijft. ZZP'ers worden in sommige gemeenten al vanaf deze week uitbetaald middels een voorschot van het Rijk. Bijvoorbeeld in Amsterdam alleen al hebben ruim 8000 ZZP'ers al een beroep op steunaanvraag gedaan. Heeft u enig zicht hoe het hier in Bokstel daarmee gesteld is? Zijn we daarop voorbereid? Nee, iedereen kent de financiële situatie van Bokstel. Dus we weten ook allemaal dat wij geen vette spaarpot hebben waar we op voorhand al iedereen een uitkering geven zonder dat er getoetst is of dat we het geld van het Rijk binnen hebben. Dat lukt ons dus niet. Wat we wel doen is natuurlijk kijken van hoe kunnen we mensen die in de problemen komen helpen. En soms kan dat zijn met bijvoorbeeld uitstelverlening van. Maar dat is eigenlijk de regels die we gewoon hebben. Die gewoon ingezet kunnen worden en die omgebogen worden tot maatwerkregels voor een bepaald persoon. Nu in deze tijd? Ja, maar die gelden eigenlijk het hele jaar door, hè? Ah, want ik had ergens gelezen, maar ik weet dan niet of dat klopt, dat die maatregelen versoepeld zijn. Dus dat er niet eerst helemaal gekeken hoeft te worden naar, heeft deze persoon een eigen vermogen qua huis en dat soort zaken. En dat daarom dat er dus versoepeling is in die regelgeving. Ja, maar dat betreft de regels vanuit het Rijk, waar ze mee omgaan. Dus de aanvraag kan ingediend worden. Ik weet nog niet hoe ver wij zijn met al het regelwerk zeg maar aan de voorkant. Maar het nu al verstrekken van uitkeringen, dat is iets waar Bokstel geen geld genoeg voor heeft. Dus dat kunnen we niet. En wat betekent dat dan hier voor de ZZP'ers die in acute nood komen omdat ze een aantal maanden niet kunnen werken? Concreet? Ja, als het een gebrek aan inkomen is, dan kunnen wij dat natuurlijk niet. Kunnen we niet in bijspringen. Als het andere zaken betreft, met betrekking tot uitstel van betaling van een OZB-belasting of dat soort zaken, daar kunnen we wel mee helpen. Nou, en op die manier hoeven ze in ieder geval geen geld uit te geven wat ze even op een andere manier nodig hebben. Dus dat kan weer wel. Nou werkt u veelal, net als heel veel andere Nederlanders, vanuit huis. Mm-hmm. Hoe is dat voor u om vanuit huis te werken? Het kan. Alleen, ik ben echt wel de mening toegedaan dat ik daar moet zijn waar ik nodig ben. En een van mijn belangrijkste taken op dit moment is toch heel veel communicatie en regelwerk. En dat gaat niet altijd vanuit huis. Dus ik ben ook best heel veel in Bokstel. Als ik heel eerlijk ben, ben ik de afgelopen week 1,5 dag thuis geweest. Elke dag is er toch altijd wel een ritje deze kant op om te kijken van, loopt alles zoals we afgesproken hebben? En ben ik niet ergens nodig om even extra te ondersteunen dat iedereen zich weer aan de maatregels houdt? Bent u bezorgd over uw eigen gezondheid? Nee, daar denk ik altijd pas als laatste van aan. Oh. Waar ik wel bezorgd over ben, is het feit dat ik natuurlijk ook een virus kan oplopen. En dat ik dat door zou geven aan andere mensen. Dus mijn contacten in het privé, die zijn helemaal niet heel. Die hou ik zo ver mogelijk van me vandaan. Dus alleen mijn partner thuis, die heeft met mij te maken. En voor de rest heb ik iedereen in mijn privéleven eventjes echt op afstand gezet. Is het veel mensen die ik tegenkom, ik woon in Liemt, zijn een beetje bezorgd van de aantallen die vermeld staan op de websites. Die vallen allemaal onder het kopje gemeente Bokstel. Ja. Er zijn best heel veel mensen die echt willen weten van hoe zit het nu concreet met die aangetoonde besmettingen. Bijvoorbeeld in Liemt, maar ook in Lennesheuvel, Bokstel. Hoe komt het dat wij die verdeling niet te horen krijgen, te zien krijgen? Ja, de verdeling met betrekking tot
echt geteste patiënten. Ja. Wordt echt per gemeente uitgegeven. En dat doen ze niet op kernniveau. Mm-hmm. Want dat zou bijvoorbeeld betekenen dat mijn vorige gemeente West-Betuwe voor 26 verschillende dorpen met cijfers moet komen. Nou, zo werkt het niet. Dus ze hebben echt gezegd, de 350 gemeentes grofweg die we in Nederland hebben, die gebruiken, die delen we in. Ja. En dan kan je niet kijken op kern. Wat helemaal lastig is, is dat het nu ook nog eens per 100.000 inwoners aangegeven wordt. Maar ik heb een tip. Als iemand echt helemaal wil weten hoeveel mensen wij precies besmet hebben die getest zijn, kun je niks mee, want er wordt ook heel veel niet meer getest. Mm-hmm. Dus, maar dan kan je onderaan die kaart op het pijltje klikken en dan staat daar een kopje tabel. En daar kun je zien hoeveel mensen het betreft in de gemeente Boxtel. Maar dat zegt dus niks over de kern Liemt, het zegt niks over Lennisheuvel en het zegt ook helemaal niks over Boxtel zelf, want het is bij elkaar. Ja. Maar huisartsen, weten die dat wel in hun eigen werkgebied? Wat hun eigen patiënten betreft wel, denk ik. Weet u dat dan ook? Nee. Want stel dat er in Liemde, ik noem maar iets, praat even voor eigen parochie, best een grote uitbraak is of besmettingshaard is. Zijn dat dan dingen die u als burgemeester moet weten om daarop in te kunnen spelen? Ja, die zaken horen wij natuurlijk wel via de GGD. Okay. En die moet bij ons bekend zijn, omdat wij ook maatregelen hebben te nemen met betrekking tot die groep mensen. Dus dat soort zaken, dat is allemaal heel goed geregeld in ons land. En daar zijn we van op de hoogte. En ja, zaken die niet strikt noodzakelijk zijn om te doen wat ik moet doen, die krijg ik ook niet te horen. Nee, maar dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Maar dus kunnen we eigenlijk in deze stellen, geen bericht is tussen aanhalingstekentjes goed bericht. Goed bericht. Ja. Ja, nou, het blijft nog steeds staan dat we hebben iemand die overleden is aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is al een week of twee geleden. We staan nog steeds op dat cijfer. Dus nog steeds is het er maar één. Mm-hmm. Maar goed, neem niet weg dat er toch inmiddels wel minimaal 8, want dat is het laatste cijfer wat ik gezien heb, in de gemeente Boxtel besmet zijn met het virus. Dus 8 mensen. 12. Nou, u geeft het al aan. U heeft al gekeken. Ik heb de update van vandaag niet gezien. Maar 12 zou ook heel goed kunnen. Elke dag om 12 uur krijgen we nu een update. En dan kan ik de cijfers weer controleren. Die van vandaag had ik dus nog niet gezien. Maar dat zal voorlopig nog wel oplopen. Ja. Burgemeester, het is voor sommigen onduidelijk en vooral voor jongeren en voor ouders. Wat mag nou wel en wat mag nou niet als je het bijvoorbeeld hebt over de jeugd? Kunt u een paar dingetjes noemen? Ja, ik snap het. Dat is het allermoeilijkste, hè? Want dit soort dingen zijn niet in lijstjes vast te leggen en aan leeftijd te binden. Gezond verstand gebruiken, dat is stelregel 1. Dus als we het hebben over kleine kinderen kunnen buiten spelen, dan is dat de groep die naar een speeltuintje bij u om de hoek gaan. En die kunnen met elkaar spelen. En dan moet je zorgen dat je als volwassene natuurlijk niet op een kluitje gaat staan daar om te kijken hoe die kinderen spelen. Maar dat je dan afstand houdt en dan laat je ze 20 minuten spelen en dan is het mooi. Dan zijn ze uitgeraasd en dan is het goed. Een heel andere groep, dat is de jeugd die naar school gaat of die gaat skaten. Nou, die zijn natuurlijk heel erg geneigd en die vergeten heel snel weer waar het om gaat. Dat ze niet mogen klitten. Of dat er nou 3 zijn of 2 zijn, daar ligt natuurlijk ook niemand wakker van. Als ouder denk ik wel dat je de plicht hebt om ze op de risico's te wijzen, want die beginnen het al best te begrijpen. Dus geef daar aan van jongens, ga niet met te veel bij elkaar, houd afstand, ga achter elkaar, bedenk er iets voor, doe je best. Maar dan die 2 of 3 is niet een geschreven wet, maar zorg dat je je kinderen uitlegt dat contact met anderen gewoon geminimaliseerd moet worden. Ja, en dan die groep adolescenten, de jongvolwassenen, die denk ik dat die inmiddels wel oud en wijs genoeg moeten weten. Dat ze willen graag behandeld worden als volwassenen. Dan denk ik dat ze nu kunnen laten zien dat ze ook volwassen zijn. Door hun eigen verantwoordelijkheid te pakken. En uit elkaar te blijven. En ik weet dat dat kan. Want ik heb het voorbeeld afgelopen zaterdagavond gezien. Bij de Oosterhof hier. Waar meerdere jongeren bij elkaar even stonden te chillen. Gewoon een gezellig gesprekje. En als ze dat niet lang doen, is dat natuurlijk ook oké. Gezond verstand. Ik denk dat iedereen daarop moet vertrouwen. En als je het echt niet meer weet, kijk je toch weer even op die website van het RIVM. Als u het hebt over het geruststellen van onze inwoners in deze situatie, want er gaan natuurlijk de meest vreselijke filmpjes rond. Ik heb zelf zo'n filmpje gekeken dat je ergens op je buik liggend met slangen in je lijf in een ziekenhuis aan je laatste uren bezig bent. Heel veel mensen zijn gewoon bang. Heeft u misschien als burgemeester, wat kunt u ons zeggen? Wat kunt u ons meegeven? Ik raad u aan, om als u niet in die branche werkt of
het gewend bent, kijk dat soort filmpjes gewoon niet. Want het is niet representatief voor wat er werkelijk gebeurt in zo'n crisis. Iemand die heel erg ziek is, is nooit een leuk gezicht om te zien, dus daar moet je niet naar kijken. Focus je op wat je zelf kunt doen om gezond te blijven. En dat is vooral toch het opvolgen van de maatregelen die we genomen hebben. En voor de rest gezond eten, dat is ook een belangrijke. Dus haal echt groente en fruit in huis. Dus die boodschappen moet je echt doen. En eet gezond en maak af en toe een wandelingetje. Dan denk ik dat het voor heel veel mensen gewoon goed gaat komen. Heeft u daar in deze drukke tijd dan ook zelf de tijd voor of wordt u goed verzorgd? Ja, ik heb iemand thuis die heel goed mijn gezondheid in de gaten houdt. Dus de vitamine krijg ik absoluut naar binnen. Ja, voor de rest, dit is mijn werk. Ik vind dit leuk. Dus daar krijg je ook energie van. En dat zorgt er ook voor dat als jij iets doet wat je leuk vindt, blijf je vanzelf ook gezond. Oh, mooi. Dat zou mooi zijn. Ik dank u wel voor uw tijd en alle goeds gewenst. Graag gedaan.